Nog meer goed nieuws. Boekjes weg. Nog een keer. Make a dream come alive. Kijk, dat is passen voor mijn tieten. Ik heb een heerlijke snack gemaakt met wortel en een lekkere dip. Lekker bakken. Ja. Yeah. Ben je al wakker dan? Ja. Oh my god, het is nog hartstikke vroeg. Ik heb het in mijn hoofd. Nou, hoe laat is het dan? Waar is mijn bril? Weet ik niet waar mijn bril is. Hier. Oh, dankjewel. Is het? Kom maar aan. Oh my god. Anders kom je nog lekker bij mama uit bed liggen. Dat is lekker. Nee, ik kom eraan. De 14. Mama, even uit bed stappen. Even wachten. Nou kom, neem de telefoon mee. Gaan we naar beneden. Ja. Dat is een spelletje. Ja, moet het zo hard. Een hele goede morgen en welkom bij vlogmas nummer... Waar zitten we nou eigenlijk op? 5 of 6? Ik weet het eigenlijk al niet meer. Even opzoeken hoor. Ja, het is vlogmas nummer 6. Waar zou ik beginnen? Tot het vroeg opstaan. Freaking vroeg wakker al. Ik ga nu even eten rustig. Ik was zo in slaap vallen, ik zweer het je. Ik wil het huis even opruimen vandaag. Anyways, dus ik ga niet even slapen. Oké, door. Die heb ik nieuw. Vogeltje. 2 van me. Deze zijn van die zachte balletjes. Even snel stofzuigen en dan ga ik daarna beginnen. Het regent vandaag weer gewoon echt de hele freaking dag. Wat is dit? Kijk, even één keer. Even één keer. Ik heb een heerlijke snack gemaakt met wortel en een lekkere dip. En dit ga ik lekker allemaal opeten. Als snack. Nog meer goed nieuws. Het is heerlijk weer buiten. Nou heerlijk, het zonnetje schijnt. Dus dan word ik sowieso al vrolijk van als het zonnetje schijnt. Lekker mijn snackje eten. Ik moet ze nog even wassen. Dus ik ga even een ding gooien. En wassa. Edit trouwens gaat niet zo heel erg. Hij loopt heel het vast. Valt uit. Echt weer mijn luck. Daarom dacht ik, weet je wat? Ik ga lekker een lekkere, heerlijke snack voor mezelf maken. En dan gaat het allemaal veel beter. Believe me. Dan heb ik gewoon de positieve energie weer. Gewoon van, voilà. Ik kan dit gewoon helemaal weer goed maken. She's the one, if there's somebody. Oké, laptop is nu al voor de 100ste keer uitgevallen. Maar we gaan het nog een keer proberen. Altijd blijven lachen. Ik heb hem weer afgekregen. I'm so fucking goed bezig. Maar Nick belde net en we hebben geen boodschappen. Dus nu moet ik alsnog op de fiets boodschappen gaan halen. Waar ik dus echt geen zin in heb. En dus totally a fucking bummer. Want ik heb er echt, echt, echt geen zin in. Maar ja, ik ga maar. Ik ga eerst even zin dat we vanavond gaan eten. Ik zou eigenlijk gisteren boodschappen voor de hele week doen. Maar ja, door alle hectiek en weet ik veel wat ben ik het helemaal vergeten. Ga ik vanavond eten? Daar heb ik nog geen idee wat ik ga eten. Dat wordt lastig. Maar kijk eens. Hij is nu bezig met... Oh, moet er wat dingen verwijderen, zie ik. Maar ja, in ieder geval, hij is zo goed als af. Ik lijk al een krentenbol. Ik lijk op een krentenbol. Oké, mijn tas en dan ben ik klaar. Dan ga ik nu op de fiets. Fietssleutel zou ook wel handig zijn, anders kom ik geen steek vooruit. Maar ja, waar is mijn fietssleutel? Weer een drama natuurlijk. Oh my goshy. Waar ben jij, fietssleutel? Waar ben je? Wel mijn OV gevonden. Geen fietssleutel. Nee. Fuck, waar heb ik die nou weer? Ik zweer het je, ik ben echt altijd alles kwijt. Fietssleutel. Oh. Verkeerde jas. Like a dream come alive, incredible. Het is lekker weer vandaag. Het is helemaal niet echt koud of zo. Heerlijk. Mijn kont wordt alweer nat. Omdat mijn zadel nog steeds nat is. Misschien moet ik hem gewoon een keer in de schuur zetten. Want mijn kont ook niet steeds nat. Maar ja, ik ga even snel doen. Ik
Ik ben thuis. Ik ben zo blij dat ik thuis ben. Ik heb zo'n freaking hekel aan fietsen. Dat wil je echt niet weten. Dat is gewoon voor mij echt een marteling. Ik moet even mijn playlist voor 2018 even gaan bewerken. Dus met mijn playlist bedoel ik mijn muziek en zo voor 2018. Dat ga ik zo even doen. En dat ga ik even samen met jullie doen dit keer. Maar ik ben nogal achterlijk. Dus don't judge me, please. You're never alone, never alone. Side by side to stormy weather. You're never alone. Tomatoes. Ik ga daar lekker even een lunchje maken, ook voor de jongens. Met champignons en paprika. Lekker op brood. Ik heb dit brood gehaald. Heel lekker. Maar anyways, wat wilde ik zeggen? Oh ja, ik had het net niet goed uitgelegd. Het is dus ter afsluiting van 2018 en op naar 2009. En dan wil ik even al mijn favoriete nummers, waar ik dus van hou, selecteren. Zodat ik één playlist heb gemaakt. En dat speel ik dan af wanneer het oud en nieuw, wanneer we zeg maar de jaarwisseling ingaan. Ik krijg een beetje last van mijn rug, dus ik ga er rechtop staan. Kado! Kijk, ze passen voor mijn tieten. Your dreams will come alive. Bijna 2:30. Dus ik ga zo meteen lopen. En ik heb alles op tijd afgekregen. Mijn kont is nog steeds nat trouwens van net. Nee, ik ga geen andere broek aan doen. Ik zat even te twijfelen, maar ik doe het niet. Misschien kan ik nog even een theetje nemen. Ja, ik ga nog even een theetje nemen. Lekker broodje. Kijk je wat je doet? Oh, dat is mooi. Heb je een spookje gemaakt? Ja. Oh, dat is een mooi spookje, Memphis. Dat is spookje. En die weg. Spookje is weg. Nog een keer. Nog een mooi spookje. Oh, wat goed. Nog een spookje. Eén. Twee spookjes. Weg. En dat dan mijn spookje. Dat is een boos spookje. Die kijkt heel boos. Zena heeft ook een nieuw plekje onder de kerstboom. Hey, lig je daar lekker? Oh, je hebt ook je potje daar. Is dit jouw potje? Probeer die te graven. Kan niet, hè? De hondjes! Nee, daar op tv. Oh, of dan mag niet, stoute hond. Ik heb altijd deze van de Vivera. Die vind ik toch het allerlekkerst hoor. Als je dingetjes erin. Paprikaatjes even sna. Even bakken, jongens. Lekker bakken. Pretty, pretty, pretty. Love it. We de guacamole maken. Guacamole. Oeh, die is echt heel goed rijp. Guacamole is klaar. Dit is ook lekker aan het pruttelen. Kan ik hem zo in de broodjes gaan wikkelen. Gaan we buiten? Gaan we buiten? Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Vind je dit een leuke video? Vergeet er geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren via te klikken. En dan zie ik jullie morgen weer, want het is vlogmas. En ik vlog iedere dag, heb ik een nieuwe vlog. Dus ik zie jullie morgen. Slaap lekker, hou van jullie en...